om Surinaamse brandweerlieden meer vaardigheden bij te brengen op het gebied van veiligheid en het treffen van voorbereidingen bij mogelijke aardbevingen en beveiliging, is door het brandweerkorps van Frans-Guyana een veiligheidscursus verzorgd. Deze training vloeit voort uit de bilaterale samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Suriname en Frans-Guyana. De 14 cursisten kregen vandaag hun certificaat. Tiara Steenwinkel, vertegenwoordiger van de governor van Frans-Guyana, zegt dat deze training moet bijdragen aan het aanscherpen van de vaardigheden van de Surinaamse brandweerlui en de samenwerking tussen beide landen moet versterken. Het is in het voordeel van de coöperatie om goede banden met Suriname te hebben en onze kennis te delen. Zoals Suriname ons leert en Frans-Guyana en Suriname. We zijn op het einde van de cursus van secourisme en déblaiement. En we hadden 14 stagiaires van Suriname en 1 van Frans-Guyana. En vandaag gaan we die diploma leveren. Er is een praktijk en een theorie. Die theorie, het gaat over secourisme en in het geval van misschien een hartbeving of zo. De praktijk was om een muur te open doen en gaan kijken of er iemand daar is of zo. Als een van de laatste oefeningen hebben leden van het Korps Brandweer Suriname deze week samen met collega's uit Frans-Guyana gisterenmiddag nog een training gedaan op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat en de verlengde Gemenelandsweg. De keuze voor het leegstaande pand was omdat dit gebouw volgens brandweerwoordvoerder Olten Pinas een praktisch voorbeeld geeft aan de realiteit. Deze Urban Search and Rescue training begon op 20 april. Het gaat in deze om een speciaal opgeleide eenheid die zoek- en reddingsacties verricht bij onder andere instortingen waarbij slachtoffers ingesloten of bedolven zijn. Volgens Pinas komt er nog een vervolgtraining na deze week.